We hebben wel wat meer grote branden gehad, maar dit was wel een, ja, en ook nog met de gevaarlijke stof allemaal die erbij waren en zo, was dit toch wel de brand eigenlijk. Het is een hectisch jaar geweest, dat kun je wel zeggen. Ja, heel veel verhoren, wordt heel veel gesproken over die brand. Ook samen gedeeld, onze ervaringen gedeeld met andere brandweerkorpsen, andere veiligheidsregio's. Ja, het is het jaar van chemiepak, om het zo maar te noemen. Ja. Zag je die klap die ze zo vaak lieten zien op tv? Ik was hier achter aan het mountainbiken, ja, dat is hier vlak achter de kazerne, achter de dijk in het bos. En ja, toen ging het alarm af, de pieper. En ja, toen ben ik zo snel mogelijk naar de kazerne gereden. En even gewacht tot we voldoende mensen hadden en toen zijn we er naartoe gereden. Maar toen we buiten kwamen, toen zagen we wel die rookwolken natuurlijk, dus toen wist we wel dat het een serieuze zaak was. Martin Katz is de officier van dienst op de brandweerpost op het industrieterrein. Ook hij krijgt de melding binnen. Nou, paniek. Er was natuurlijk wel verontrustheid van waar gaat dit naartoe? Waar gaat het naartoe leiden? Mensen waren natuurlijk verontrust om eigen materialen. Dus een auto die nog geparkeerd stond op het terrein. Persoonlijke bezittingen. Er werd gevraagd voor een backup van de computers. Iedereen rent om zich heen voor zijn eigen spulletjes. Maar ik heb ook gezegd van, terrein af, verzamel aan de overkant van de weg. Denk om je eigen. En we gaan eerst kijken wat we kunnen redden. Maar er was al snel te zien, daar valt geen redden meer aan. Eigenlijk stond het middenterrein al in lichte laaien en ook de loods links en de loods rechts, die brandden ook al flink. Dus daar konden wij eigenlijk weinig meer aan doen. En toen hebben we eigenlijk, op aanwijzing van het personeel daar, zijn we die aceton container gaan koelen. En dat is eigenlijk onze hoofdtaak geweest. Blussing, dat ging niet meer, dus we moesten gewoon koelen. En uiteindelijk is je ook bespaard gebleven, ja, hè? Ja. Dus de inzet... van jouw voertuig in ieder geval geslaagd. Ja, in ieder geval geslaagd. Dus ja. Jan Meijsen weet alles van veiligheid en chemie. Hij demonstreert hier het effect van blussen met water op een brand van 6 flesjes wasbenzine. Het effect is dan dat dus die brandbare vloeistof op het water gaat drijven en meestroomt. Waardoor dus een veel groter oppervlak brandbare vloeistof komt, waardoor ook het brandoppervlak groter wordt. Wij hebben wel eens het gevoel dat... dat het wel eens overdreven is. Heel die impact van onderzoeken en nog eens een keer die commissie. De burgemeester heeft zijn ontslag gekregen. Dat gaat mij wel wat ver allemaal. Ja. Het afgelopen jaar zit je op verjaardagspartijtjes en dan wordt het nog eens een keer aangehaald natuurlijk. Van joh, jij zit ook bij die brand of je was ook betrokken bij die brand. Ja, dat klopt. Dan zit je wel met kromme tenen. Ik vind dat eigenlijk niet zo erg, die kritiek. Want dat is meest van de mensen die er geen verstand van hebben. Dus... dan denk ik van, dat komt later allemaal wel goed als ze de beelden zien. En als ze met de neus op de feiten gedrukt worden, dan zien ze wel wat er echt aan de hand geweest is. En dan zal die kritiek wel weggaan. En dat is ook gewoon zo gebeurd. Zeer grote brand, grip 2. GMK van op de SB hier te plaatsen met spoed en eventueel crashtenders. Ik moet wel zeggen dat ik heel blij was met onze werkgever, de veiligheidsregio. Die heeft een film uitgebracht en die heeft heel veel mensen bekeken. Daar ben ik heel blij om. En die zijn toch anders naar die brand gaan kijken. Ja, moet je rookwolken zien. Ja, zeker. Dit was qua brand spectaculair, maar niet wat meer impact op mij. Dan niet. Ik denk als ik iedereen die brandweerman is, wel kan zeggen van nou, daar had ik graag bij geweest. En omdat het ten eerste ook een bijzondere brand is, maar elke brandweerman, daar is hij ook brandweerman voor, die wil bij die brand staan. Dit gaat ons zeker jaren heugen. En je weet nooit of er nog eentje overheen komt. We hebben een gevalletje gehad op de A16. Er was een auto op zijn kop gegaan en er zat een vrouw in en die was 9 maanden zwanger. En die man die liep over de snelweg heen daar ook. En ja, die vrouw was overleden. En toen hebben ze ter plaatse keizersnit toegeplaatst. Kijk, en dat maakt mij meer indruk als heel die brand van chemiepak.